dovrei fare ora? Dovresti fare la cosa giusta. Quale sarebbe? Trovare uno spettacolo. Ik speelde het personage Pinocchio in de voorstelling Pinocchio. Ik denk, wat speciaal is, of wat voor mij speciaal is aan onze versie, is dat het geen coming of age is of zo, geen wordingsproces, maar dat hij eigenlijk uiteindelijk terug wil keren naar zijn oorspronkelijke vorm als boom. Dus eigenlijk overweldigd geraakt door al die prikkels en gewoon afstand wil nemen en terug in rust een boom wil zijn. Che cosa? Non vuoi sentire questa sensazione tre volte al giorno? No! Ik heb eigenlijk helemaal niet zoveel bestaand materiaal bekeken, omdat ik een soort van psychologische benadering tegenover dat personage wou vermijden. Het was eigenlijk heel intuïtief dat wij zijn gaan zoeken naar hoe dat lichaam zich gedraagt en hoe dat beweegt en ademt. In dat lichaam zitten dan ook emoties en een bewustzijn met stemmen. Dus dingen die voor ons heel normaal zijn, zijn voor hem plots heel raar of abstract. En dat is alsof dat je alles er in de blik van dat personage plots voor de eerste keer ziet. En dat is denk ik voor mij heel mooi om te kunnen spelen op die manier. Wat ik eigenlijk merk in de voorstelling is dat ik in zo'n strakke vorm zit, waarin dat eigenlijk elke beweging die ik maak of elke stap die ik zet vaststaat in een parcours. En dat zorgt ervoor dat ik als speler eigenlijk heel het struggle met dat materiaal of daar bijna tegen vecht of zo. En zo zit Pinocchio eigenlijk ook in een soort van systeem of opgelegd systeem waarin dat hij zit. En die wil daar uitbreken en die snapt niet waarom dat hij daarin zit. Dus dat is eigenlijk een soort moment waar dat personage en speler elkaar kruisen. Noi giovani siamo molto sfortunati. Tutti ci rimproverano. Tutti ci danno consigli. Tutti ci avvertono. Ik denk dat ik heel veel liefde voor dat personage voel, omdat die precies doorheen alle levensfases gaat waar je normaal misschien 20 jaar of 25 jaar voor doet. Die zijn bij hem gelijk gecomprimeerd in 1 uur. Dus die maakt alles mee op heel korte tijd. Als ik kijk naar mezelf in het leven of zo, ben ik vaak heel rusteloos of zijn er veel twijfels en is er veel verwarring. En de scène lijkt dan een soort van plek waar dat je dat allemaal mocht toelaten of zo. Of gewoon al die laagjes die je misschien verbergt van jezelf gewoon mocht tonen en zeggen: hier ben ik en dit is mijn personage en dit wil ik u vanavond vertellen. En als dat lukt, als je die vrijheid vindt, dan denk ik dat je een hele mooie verbinding maakt met het publiek.